Het zou fantastisch wezen als we in deze dagen te horen krijgen van jullie kunnen blijven waar jullie nu zijn. Een drama voor kringloopwinkel De Marske in Hippolytushoef. De kringloop zit in de oude basisschool en de gemeente heeft het pand weer nodig voor leerlingen tijdens de bouw van een nieuwe school. Geen prettig nieuws zo vlak voor de kerst. Wij zijn hier gekomen op basis van Antikraak in 2014. Daarvoor hebben we 9 jaar in een boerenschuur gezeten, wat bijzonder onhygiënisch, koud en de ratten liepen er doorheen en de muizen. We wisten niet van tevoren dat het zo'n aantrekkingskracht zou gaan krijgen. Het is echt doodzonde als we hier uit moeten, want we hebben zoveel mensen die we plezier mee doen, ook in de vorm van dat we ze kunnen opvangen, een werkplek kunnen geven. De tafel wordt over een uurtje gedekt. Ja, ik zou hem niet zonder kunnen, laat ik het zo zeggen. Nee, het werkt hier zo fantastisch met al die collega's. En... ja, en als het nou zou moeten sluiten? Oh, vreselijk, ik moet er niet aan denken. Nee. Een van de klanten is een handtekeningenactie begonnen om de kringloopwinkel te behouden voor het dorp. Ja, het sterkt je natuurlijk wel in je gevoel. Misschien dat we vanavond meer weten. Het heeft over een kerstcadeautje. Het zou een enorm cadeau zijn als we toch te horen kregen van... wij waarderen het dusdanig dat wij naar een andere oplossing gaan zoeken. De gemeenteraad van Hollandskroon beslist vanavond over het lot van de kringloopwinkel.